ik vraag u dat, of u naar de markt gaat, omdat er steeds minder markthandelaren op de markt staan. Oh, jammer. En de non-food verdwijnt steeds meer. Nou, wat vindt u daarvan, dat er steeds minder aanbod op de markten in Nederland is, dus ook in Almelo? Ja, nou, ik vind dat het vandaag behoorlijk vol is. Ik kan niet anders zeggen. Nee. En ik zou het jammer vinden als de markt weg was. Ja. Daar ben ik niet zo geïnteresseerd op de markt. Maar hoe zou dat verbeterd kunnen worden, volgens u? Dat het niet alleen aanbod van eten is, ja, en groente en fruit. Ik denk ook dat de non-food allemaal geconcentreerd is op één punt. En ik denk dat dat meer gevarieerd zou kunnen zijn als ze tussen de kramen staan. Ja. Nou, meestal komen we op de markt omdat we het gezellig vinden, omdat we het prettig vinden. Iets kopen, dat wordt een andere zaak. Ja. Maar ik moet wel eens voor groente en voor kaas natuurlijk. Ja. Soms om groente en fruit te halen met mijn ouders. En voor stroopwafels. Ja, want de stroopwafels zijn nog steeds verkrijgbaar. Ja, zeker. Ja, dat is natuurlijk voor het geheel niet goed. Ja. Wat mist u op de markt? Nu is er wel weer alles. Maar toen heb ik de bloemen gemist. Die waren er toen ook niet. En op dit moment mis ik niks op de markt. De meeste mensen die naar de markt gaan, dat zijn de ouderen, laat ik zo zeggen. En maar 17 of 18% is jonger dan 40 jaar. Dus men zegt dan, de markt moet verjongen. Maar heeft u enige ideeën hoe dat zou moeten? Heb jij enige ideeën? Ja, ik heb gisteren een discussie gehoord op de radio. Dat ging ook de hele morgen over de marktkramen. En dan miste voor de jongeren kinderkleding. Daar trek je jongelui mee. Ja. Want die willen dan... Dat is een mogelijkheid om jongere mensen naar de markt te lokken. Flyers uitdelen op werk en scholen bijvoorbeeld. Ja. Zou dat helpen, denk je? Ja, dat denk ik wel. Ja. Heb jij misschien ook een idee hoe de jongere mensen naar de markt kunnen worden gelokt, als het ware? Bij winkels dingen ophangen en al die dingen. En ja. Maar dan moet er natuurlijk wel een evenredig aanbod van spullen zijn. Ja, dat kan wel geregeld worden door de gemeente, denk ik, hoop ik. Ja, jij vindt dat iets is wat de gemeente moet regelen. Ja. Ja, maar die werken natuurlijk overdag. Ja. En dat is... Dat zal een van de redenen kunnen zijn. En die oudere mensen, dat zeggen we begonnen ook met te zeggen van we doen het feitelijk voor de gezelligheid. Ja. Die oudere mensen die denken, wacht even, we gaan lekker even die markt op, even gezellig. Een terrasje pikken. En dan, ja. Heeft u enig idee hoe dan met name de jongeren de weg naar de markt zouden kunnen vinden? Dan zou u dus wat meer reclame kunnen maken voor de jongeren. Want de meesten zitten op digitaal en die kijken dan van waar is wat goedkoop. Dus heel veel jongere mensen die werken ook overdag of gaan naar school. Ja. Nou ja, ik vind de markt is donderdags hier en zaterdags. Dus ja, dat klopt. Als ze naar de markt willen, dan kunnen ze zaterdags naar de markt. Dan kunnen ze kiezen om zaterdag naar de markt te gaan. Ja. Maar zou het helpen voor de jongere mensen om de... markttijd iets te verruimen. Ik denk dat het goed is om de markt wat later te in te gaan en wat door te gaan tot bijvoorbeeld 8:00 avond. Maar ik weet niet of dat mogelijk is. Maar wie weet, je zou het kunnen proberen, hè? Ja, niet geschoten is altijd mis. Ja. Ja. Wat mist u op de markt, voor zover u kunt bekijken? Nou, dat kan ik eigenlijk niet bekijken, omdat ik er heel weinig kom, ja. Heeft u nog andere ideeën om de markt weer een beetje een vitaliteitsimpuls te geven? Ik denk dat je de marktkraamhouders om de tafel moet gaan zitten van wat zij ook missen op de markt. Ja. De diversiteit, dat vind ik heel belangrijk. Even nadenken. Ja, dan zou je het aanbod voor die jongeren aantrekkelijk moeten maken natuurlijk. En... Ja, wat willen jongeren? Die willen mobieltjes. En dan kom je toch weer terecht op die spullen die dus op een gegeven moment, die elektronica spullen, die op een gegeven moment best op de markt zouden kunnen aanwezig zijn. Het ei van Columbus. Flyers uitdelen op scholen en op werk. En posters rondhangen op waar mensen veel komen. Dus bijvoorbeeld hier in het winkelcentrum. Nou, dat ze gewoon moeten gaan.
Ga maar op donderdag uitgebreid, zaterdags uitgebreid, gezellig. Dan zijn er ook mensen met kinderen die hun kinderen een visje laten eten. En dus, dan zie ik voor jongere mensen met kinderen dat het een uitje is. Ja. Van visje hier, patatje daar. Ja. En er behoort de markt toch ook een klein beetje te zijn? Ja, het moet wel. Een ja. Trefpunt. Ja, een trefpunt. Een trefpunt. Ja. Je kunt afspreken daar. Nou, ik denk ook dat alles geconcentreerd is op één punt. En ik denk ook dat er gevarieerd zou kunnen zijn. Ik kijk dan naar de groenteboeren, dat die staan op één kluitje. Dus wat dat betreft denk ik dat het goed is dat die wat meer ruimte zouden krijgen. Ja. Ja. Nou goed, mag ik de mail ophouden? Als u dat vraagt, dan gaan we dat meteen inwilligen. Okay. Maar ik bedank u wel voor de medewerking. Ja, dat heb ik graag gedaan. Okay. Fijne dag. Dag. Ja.